Ze willen de muzikale Top Gear worden. De mannen van het programma De Boogie Bunker. Op een geheime locatie in de provincie Utrecht spelen ze de beste soul- en bluesmuziek. We hebben een plek waar we met echte muzikanten echte muziek kunnen opnemen. Zonder opsmuk, zonder voorbereiding, gewoon rauw, met een heel mooi geluid. En dat doen ze niet alleen. Elke week is er een speciale gast in de bunker aanwezig. Soms zijn dat grotere artiesten, maar ook kleinere artiesten zijn welkom. Wat veel mensen misschien nog niet zo weten, is dat er heel veel best goede muzikanten zijn. Of heel erg goede muzikanten in Nederland, die min of meer een beetje altijd onder water blijven. Die zie je niet zo snel aan de oppervlakte. Dus we kennen dus Marco Borsato kent iedereen al. En Guus Meeuwis kent iedereen. Jan Smit kent iedereen. Maar die hebben dit podium ook niet nodig. De mannen hopen dat er zo meer aandacht komt voor de blues- en soulmuziek in Nederland. Wat ik merk is dat er toch wel heel veel mensen van dit soort muziek houden. Dat kunnen we ook zien als wij ergens spelen. Dan is en dat zal toch niet alleen met ons prachtige uiterlijk te maken hebben. Maar als wij ergens spelen staat de tent vol. En we hebben toch de indruk dat het ook een beetje door de muziek komt. En waarom deze muziek zo trekt? Nee, het gaat allemaal over pijn. Nee, pijn gaat het over. Dat wil je eruit kotsen gewoon. Dat is dat van die dingen, jongen.